Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb er super veel zin in. We gaan vandaag Fortnite seizoen 4 spelen. Het is voor mij nu net een uur of twee uur of zo uit. Het is vandaag dezelfde dag als jullie uit. Hou allemaal lekker de battle pass. Ga lekker allemaal spelen. Like wel deze video even. Ik druk lekker op pressie start. Ik heb er zin in. Ik ben echt midden eigenlijk bezig met een soort verbouwing van mijn bureau. Er moeten nog lichtjes komen en zo. Maar dat komt allemaal wel. Ik moest gewoon even deze video opnemen. Want het nieuwe seizoen is uit. Ik heb er super veel zin in. We gaan even de battle pass halen. En dan gaan we maar gewoon snel beginnen. Oh, vet. Dit was toch helemaal niet in seizoen 3? Nee, dit was... Ik weet zeker, dit was niet in seizoen 3 zo. We weten allemaal al dat het met superhelden en zo gaat gebeuren. Maar ja, ik ben dus benieuwd wat ze nu hierin willen laten zien. Seizoen 4 ziet er best wel leuk uit. Maar dat wat je net zag, dat hadden we dus sowieso al gezien, al die meteorieten. Maar ik denk dat er dus echt ook steden weg zijn. En volgens mij is het nu sowieso ook Dusty is weg. Maar dat zullen we zo meteen wel zien. En ik heb gehoord van mensen dat ze dus een stad willen bouwen. Maar dat ze dat per week willen doen. Dus dat ze iedere week zeg maar een huisje in die stad erbij komt of zo. Of juist andersom, dat iedereen iedere week een huisje in die stad weggaat. Maar je ziet het hier, seizoen 4 begint nu. Ik heb twee items. Ik heb de starter challenges en een banner icon. Nou jongens, ik ben nu al tier 6. Ik moet even de battle pass halen. Ja, ik heb weer 100 V-Bucks te weinig. Hoppa, lekker, de V-Bucks zijn er. Dan kunnen we nu de Battle Pass halen. Waar moet dat hier? Battle Pass seizoen 4, hop, gekocht. Wat hebben we allemaal? We hebben sowieso al de beginskins. Ik ga er gewoon even allemaal doorheen. We hebben dus sowieso deze skin al. Deze, ik vind deze wel dik. Maar dit is die, ja, deze heeft iedereen. Dat komt alleen omdat ik net die nieuwe starter ding had. Ik kan ook random uitvinden, dat is ook wel leuk. Ja, ik doe nu gewoon deze, gewoon puur nieuwe seizoen. En laten we gewoon even leuk beginnen. Een glidertje, dan doen we ook lekker deze. Weet ik veel. Een laadscherm doen we ook lekker de nieuwe. We hebben nog een paar nieuwe emotes. Oh, dat is eens een gooi ding en nog een gooi. Nou, fuck dat. Even kijken, wat heb je eigenlijk allemaal? Het lijkt erop dat je dus gewoon weer dezelfde challenges hebt. Ik zie wel, dus je hebt gewoon weer die starter challenge. Maar het is ook een blockbuster ofzo. Complete all challenges in a week. Complete all challenges in two different weeks. Ik denk dus dat je gewoon alle weekly challenges moet gaan voltooien. En dat je dan dus dit poppetje krijgt. En deze moet je gewoon bepaalde levels halen. En dan krijg je de X, denk ik. Maar laten we maar gewoon lekker een solo potje gaan. Oh, dit is helemaal vernieuwd. Gewoon solo. En let's go. Ik ben denk ik nog wel het meest benieuwd of ze dus echt Dusty weg is en wat ze gaan doen met Tilted. Wat ik trouwens wel echt hoop is dat ze wat nieuwe daily challenges erin hebben gaan. Want je hebt nu gewoon weer die gare play en match with a friend, outlive opponents en squad mode. Maar ik denk dan doe even wat bijzonders, weet je wel. Ik zou ook niet weten wat. Ik ben niet zo slim om dat te bedenken. Maar ja, we gaan dus zo meteen zien of Dusty er wel of niet nog is. Ik denk het niet. En nee, what the fuck. Oké, daar wil ik even heen. Ik wil daar landen. Het wordt een nieuwe stad op een manier, heb ik het idee. Wat je ook bijvoorbeeld kan zien, Tilted Towers heeft ook een komeet gehad. En ja, Dusty is dus geraakt door een iets grotere komeet, zoals je ziet. Volgens mij je hebt bij de rest hier nog een komeet in gevangenis. Je hebt naast Fetal er nog één. Ik zag er, ja, hier zie ik er ook nog één. Hier nog één. Ik denk dat er wel een paar andere kraters nog zijn. Je hebt nu ook hier in één keer een nieuwe stad trouwens. Zie ik nu pas Risky Reels. Interessant, ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal gaan doen. Want op dit moment, ja, ik dacht dat ze juist de loot wilden verminderen. Omdat er veel te veel, ja, zeg maar mensen naar Tilted gingen. Maar nu hebben ze dus nog een extra stad gemaakt, die Risky Reels. Ga ik ook nog wel een keertje landen. We landen nu gewoon lekker bij Dusty Default. Want dat is dus echt het nieuwe aan deze update. En ik ben benieuwd. Je kan hier dus sowieso hoog springen en zo. En volgens mij is de loot wel gewoon prima. Ik ben er nu één keer geland, ik ging wel meteen dood. Maar dat maakt niet uit. Het is hier natuurlijk ook mega druk, want ja, iedereen gaat hier nu heen, want ja, dit is de nieuwe plek, weet je wel. Ik zie wel iets blauws liggen daar, maar ik kan er toch niet bij komen. Ik ga hierheen. Oké, hier ligt geen wapen. Oké, fuck me. Oké, oh, dat was echt zo'n slecht plan. Oh, ligt hier nou echt helemaal niks? Ligt hier nou echt helemaal niks? Is hier nou ook geen deur om naar binnen te gaan? Jawel, dat is een deur. Ja, ja, een AR. Dat is wel echt ziek sick gedaan trouwens. Hoppa, lekker. Een pub. Dat is wel echt fucking sick gedaan, die deur. Hop, nog een kill. Oh, dit is de komeet.
Maar vanaf waar we het, deze man beschoten? Maakt mij niet uit, ik heb hier een nieuw wapen erbij. Oké, dit is dus de komeet die is ingeslagen. En daar wordt dus, denk ik dan... Bedoelen ze dan mee dat er een soort van onderzoek naar gedaan wordt of zo? Ja, dat is alles wat ik ervan kan maken. Er zit ook iemand achter mij. Schiet op hem. Hoppa! Collateral, bitch! Ja, er was trouwens geen collateral, maar... Maakt niet uit. Hoppa! Goeie loot, trouwens. Oké, ja, deze guy hier achter het rek heeft nu dus... Van die speciale springkrachten. Ik ga eigenlijk liever geen gevecht met hem aan. Behalve als ik wat clean shots op me heb. Dat is niet zo'n slim actie van je vriend. Vriendelijke vriend. Dankjewel voor je loot trouwens. Nou, ik vind dat ik best wel goed doe. Al zeg ik dat zelf natuurlijk, hè. Het komt uit mijn eigen mond. Ik heb denk ik de drukste fase overleefd. Nou, nu is het natuurlijk een kwestie van doorzetten. Een beetje kijken wat voor plekken hier nog zijn. Cool. Cool. Ja, cool. Kijk. Die pak je dus in. Speciale megakrachten kan je ziek hoog springen. Het is niet altijd even chill, dat kan ik je wel vertellen trouwens. Kut, vanaf waar? Kut. Kut, toch vanaf daar. Oh mijn god, ik ging zo lekker. Ik ging zo lekker. Maar ik heb het gewoon compleet verpest. Ik heb het gewoon compleet verpest. Nou ja, ik doe nog even één potje. We gaan gewoon weer hier landen en dan is het wel zo goed geweest, denk ik. Dus we gaan nog even mijn potje bij Dusty Default landen. Kijken of ik nog wat speciaals kan vinden. En dan is het goed voor vandaag. Ik ga nog wel potjes winnen. Die komen echt nog wel online. Maar ja, ik win echt niet ieder. Ik win bijna nooit solo eigenlijk. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. We gaan nog even een potje Dusty Default doen. Let's go. Oké, dus de Divo, we gaan er nu recht overheen. Het zal sowieso weer druk zijn, maar dat is ook logisch. We gaan ook over Tilted heen, dus ik kan wel even kijken naar die aanslag die daar met die meteoriet is gepleegd. Want die zit dus op het gebouw naast het open dakgebouw. Ja, ik zie hier eigenlijk geen tyfus van. Nou ja, het zal wel. Ik ga eruit springen, misschien dat ik zo nog iets meer zie. Ja, dat gebouw is gewoon half geraakt, zeg maar. Het is wel leuk gedaan. Nou, let's go. Dusty Deep. Dusty Divo. Dusty Default. Dusty, ja, hoe moet je het zeggen? Dusty Default noem ik het maar gewoon. Ja, ik hoop op een beetje leuke loot en zo. En een beetje ver komen. Een beetje. En ja, niet zo dom doodgaan zoals net. Let's go. Oh, er zijn er weer mensen die dat ding hebben opgepakt. Oh, ik heb geen wapen. Oké, hier heerst paniek. Kutzooi. Het ziet eruit dat hij ook geen wapen heeft. No, dat is geen wapen. Ik dacht dat het een wapen was. Ik zoek een wapen. La la la. Ik zoek een wapen. La la la. Ik zoek een wapen. Ja la la la. Ik zie een wapen. Ik ga hem snel oppakken. Het is een python. Ah, fuck my life. Beter heeft iemand nog wat loot laten liggen, want dit kan echt niet. Kut, ik heb geen loot. Kut, dat is geen steen. Ah, kut, hij heeft de shotgun. Oh! What the... Get wrecked, bitch! Dat was één zieke headshot en ik maak ze nooit zo, dat geef ik zo eerlijk toe. Ik maak ze... Nooit zo. Holy shit, dat voelde echt heel goed. Dat voelde echt heel goed. Komt iemand aanlopen trouwens. Ziet hij me? Nee. Oh, heerlijke aim, Sam. Ah, wat denk jij? Kut. Dank je. De tering was ik schil. Oké, we hebben dus eerst het drukke deel weer overleefd. De stormrush, zeg maar, is weer voorbij. En nu niet weer op zo'n domme manier als net doodgaan. Dat ik een of andere iemand tegenkom en een verkeerde kant bouw. Misschien dat hier nog wat ligt. Ja, zeker. Ik zie wat liggen. Het is
Een blauwe pump. Zeer fijn, zeer fijn. Nou, ik ga nog even kijken of ik wat loot kan vinden of zo. Oh, er zit nog iemand hier. Er zit hier ergens nog iemand. Hij zit hier aan de linkerkant van mij. Hij kan goed springen. Hij is nu voor me. Wat is hij allemaal aan het doen? Nou, ik wil eigenlijk even wachten tot het zijn specialiteit is uitgewerkt. Hij loopt hier rechts. Hij zit zwaar te kloten. Dood. Fuck off. Kneus. Hij moet zich echt heel, heel kut voelen. Hij had best een goede loot. Nou, mooi. Ik denk dat ik nu gewoon hier weg moet gaan. Want er komen natuurlijk alleen maar meer mensen nu hierheen. Die net allemaal een beetje loot hebben. Die geen zin hadden in de eerste stormram. Maar zeg maar nu wel allemaal komen. Daar ga ik altijd dood door. Dus ik pak even zo'n leuk dingetje. En dan kan ik lekker hoog springen. Dat vind ik gewoon cool. Nou, even kijken bij Salty Springs dan maar. Kijken of wat mensen tegen kan komen. Zo. Zie ik iemand. Ah, als Salty niet is geloot, dan lief ik. Nee, dat is een grap trouwens. Dan lief ik niet. Dat is een fatu. Ah, Salty is toch wel geloot. Volgens mij zag ik daar een beweging. Of het was een ding dat moest oppoppen. Het was een ding dat moest. Fuck sake. Zo, we doen even een sprong in de tijd. Nou ja, een sprong in vooral de loot. Ik heb even Salty een beetje geloot. Ik zit nu ook in een kelder in Salty trouwens. Dit huis heeft een kelder. Het is volgens mij. Ja, ik weet niet hoe je dit huis noemt. Het is gewoon dit huis. Tegenover dat kleine kuthuis. Het huis heeft nu dus een kelder. Ja, mooi. Nee, doe ik niet. En zoals je ziet, de zon gaat ook eindigen in het nieuwe Dusty Default. Dus dat vind ik wel grappig. Oké, dit is echt even fucking random. Ik ben dus deze video nu net aan het editen. En terwijl ik hem aan het editen ben. En terwijl ik op het moment ben in Salty te vertellen over die leuke kelder die er is. Lees ik dus ergens dat er een kelder onder die kelder zit. Dus ik ga nu naar dat huis. Ik ga nu live kijken of het ook echt zo is. Ik denk het dus wel. Hij zat dus, om precies te zijn, in dit blauwe huis. Wat je nu daar ziet. Er zit dus een kelder onder de kelder die geheim is of zo. Ik hoop dat ik even een kijkje kan gaan nemen. Ik ga gewoon meteen naar de kelder toe. Want er zou dus een geheime kelder bij de nieuwe kelder moeten zitten. Of zoiets. Dus ik ga nu even een kijkje nemen. De kelder is dus hier. En ik zou dus hier naar beneden moeten kunnen. Ja, het kan. Hier zit dus een geheime kelder. En dan zit, wacht. Ik pak even dit Emma boxje. Zit hier nog dit? Gast. What the fuck? What the fuck? Dit is, eerlijk, dit is wel sick gedaan. Dit. Een fucking kelder in een kelder. En dit was echt zo'n ding dat iedereen nu nog niet weet, weet je wel. Dus nu kan je cool dat jij de enige bent die dit weet. Dit is echt. Ik las dit net heel random. Maar we gaan nu gewoon weer terug naar de video. In de video wist ik het dus nog niet. Dus had ik de loot nog niet. Dus let's go. Gewoon weer terug naar de video. Maar check deze kelder dus echt even uit. Laat ik maar gewoon een beetje die kant op gaan. Of een beetje hout hakken. Ja, ik kan dit huis ook nog even looten. Het is echt een doodzaai potje. Maar ja, die potjes bestaan jammer genoeg ook. Het begin was op zich wel leuk. En dan daarna, ja, dan ga je naar Salty en hoop je mensen tegen te komen. Ja, dan kom je weer niemand tegen. Zeer spijtig. Maar ja. Oeh, een sniper. Die ruil ik lekker. En dan heb ik heel wat mooie loot. Laat ik nu maar gewoon wel echt gaan. Want ja, het is nu al goed geweest. Let's go naar, ja, Dusty Default. Dit wordt echt een heel raar gevecht. Als het in Dusty Default gaat eindigen met al die jump boost dingen, wordt het echt een heel raar gevecht. Dat kan ik je nu al vertellen. Oké, loopt iemand in, dus zie ik. Ik ga gewoon op hem af. Oké, nevermind. Ik wacht even met op hem afgaan, want hij wordt ook gepusht nu. Ik zit nu op. Natuurlijk, ik zit op zieke low ground, zeg maar. Vergeleken met iemand die gewoon hier op de berg zit. Dus ik ga dan even op hem af. Kijken of ik een van de twee kan killen. En dat ik dan de ander later wel pak. Die was duidelijk raak, trouwens. Ik moet even eentje pakken. Zorgen dat ik full ben. Nu moet ik gaan. Holy shit, dat was één goede hit. Ik heb hem bijna. Zijn ding was uitgewerkt. Oh, dit was echt perfect. Dit was zo perfect. Nee, ik hou.
Oh, kut. Oh, kut. Oh, dit is naar. Oh, dit is zeer naar. Kut, die van mij is uitgewerkt. Kut, ja, ik verlies dit. Ik wist gewoon dat het een raar gevecht ging worden. Want, ja, oh, hij heeft nog maar 11 health. Maar ja, je weet gewoon dat dit fucking raar wordt. Want iedereen gaat dan springen en op een gegeven moment raakt het uitgewerkt. En dat is het moment dat het, zeg maar, voor die ander echt in voordeel is. Ik hoop dat je het in ieder geval wel een leuke video vond in ieder geval. Ik kom zo lekker aan mijn woorden. Ga lekker allemaal seizoen 4 spelen. Haal de Battle Pass. Ja, of haal hem niet als je het liever niet hebt. Ik vond het leuk. Ik zie je bij een volgende video weer. Hopelijk win ik een volgende keer wel. Tot de volgende keer, jongens. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is... Later!